Yo mensen van Mark, ben ik. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag met YouTube kanaal Seekers en met Anthony. Linkjes staan in de beschrijving. Hierachter is een verlaten, ja wat is het eigenlijk? Waterfabriek. Waterfabriek. En daar gaan we nu even kijkje nemen, dus laten we gaan. Yay! We zijn inmiddels bij het gebouw aangekomen. En hier... Ja, kon de auto's afgetankt worden of zo, de vrachtwagens die hier kwamen laden en lossen. En hier achter ons ligt ook het gebouw. Het is echt een super ziek gebouw. Nou, ze hebben de deur weer geprobeerd dicht te maken. Dus ik hoop dat er aan de andere kant ergens nog een ingang is waar we naar binnen kunnen. Nou, moet je gewoon nagaan hoe schuin de muren hier achter ons lopen. Je ziet die muren echt heel schuin lopen. Want het gebouw is ingestort. Een keertje met hevige sneeuwval en alles. En ze zijn nu nog met de verzekering bezig om te kijken wie dat moet gaan betalen en alles. En het ligt nu gewoon dus stil. Holy shit, hoe is dit dak hier ingestort? Oh. Maar overal liggen nog van die bordjes hè, hier. Van dat je niet mag betreden. Ja, het is ook gevaarlijk. Het is helemaal ingestort. Alles is echt. Moet je kijken hoe immens erg dit is ingestort. En laat staan hè, dat gewoon dit is ingestort door de sneeuw. Dat je hier aan het werk was en dat het toen ingestort was. Hoe bizar dat dan zou zijn. Nou, we komen nu binnen, alleen het is vrij donker, dus ik ga even mijn lampje pakken. Maar hier zijn we nu dus binnen. Hier heb je allemaal banden en dingen. Holy shit, ik zie dat eigenlijk nu pas. Dit is echt zo vet. Het is glad hier, hè? Hier staat gewoon de oude schoonmaakmachine. En dit dak is dus helemaal zo ingestort. Met die muren en alles, maar het blijft dus staan. Door deze heftruck die hier staat. Die heftruck die vangt daar een deel op. En daardoor is die daarachter niet op de grond gekomen. Anders had deze ook nog veel verder ingestort. Dit was dus zo'n machine waar dan die flessen waarschijnlijk in verpakt werden of zo. Gingen ze hier zo er doorheen. Ja. Waar dan de flesjes zo op gingen zo. Ja, dus hier zo goed gezet. Ja, hoe schuin die muren zijn. Die muren zijn gewoon bijna helemaal ingestort. Kijk deze machine joh. Hier werden die flesjes gevuld. Oh, kijk, er staan nog flesjes in. Deze machine. Wat? Dus zo kwam die aan en dan ging die zo tussendoor. Ja, ik zie het helemaal voor me, weet je wel. Die kwamen ze dan zo aan en dan gingen ze zo die kant op. Werden ze gevuld. Dit is het vulding, hè. Hier binnenin wordt dus, zie je de machine. En hier werden de dopjes opgedrukt. En die dopjes zie je er ook nog gewoon tussen zitten daar. Hé, de wasseretten. Voordat ze daar dus dat vullen in gingen, kwamen ze hier. En dit is de wasseretten. Hier werden de flesjes dus gewassen en gespoeld. Voordat ze dus weer opnieuw gevuld werden. Holy shit. Ja. Ik heb echt nog nooit zoveel dopjes gezien. En hier is nog veel meer. Kom kijken. Eens checken wat je vindt. Dat zijn dozen vol. Ja, dat zijn dozen vol. Hier, allemaal van stickers, hè? Yo, buddy. Het zijn allemaal stickers, joh. Helemaal vol met stickers voor de, op de flesjes. Ik snel wat aan. Ja, man. Kijk, gewoon dat dak is gewoon rust op die krat, hè. Kijk, aan alles ligt hier gewoon nog. Zo'n verzekeringskwestie. Dat ze dit natuurlijk ook niet weg mogen halen. Maar gewoon helemaal vol met pakken met nieuwe flesjes. Helemaal nieuwe bierflesjes. Boekjes en dingetjes.
En daar kwamen dan de vrachtwagens aangereden hierheen. Liepen ze hier naar binnen. En zat hier iemand te werken. Oh shit. Zakt die stoel nou in? Ja. Oh. Er zit aan één kant geen wiel meer onder. Zo. En ik loop hier nu dus boven in de personeelskantine, dus boven de receptie hier beneden. En hier zo staan ook nog allemaal dingen en alles staat ook nog gewoon in de koelkast. Het is echt wel bizar. Het is wel heel erg ingestort allemaal. Maar alles ligt er gewoon nog, de kopjes staan er nog. Hier zo van de thee. Maar ook dit gebouw is een beetje geraakt door de sneeuw. De ramen passen niet meer helemaal. Denk ik het kantoor van de directeur. Hier stond dus al het water in wat ze verkochten. En dit is de directeurs toko. Ja, waar ik nu sta hier zo is dus het kantoor van de directeur. Hier werkte de directeur, hier zat hij. Had hij uitzicht op fabriek naast de personeelskantine. Hier ook allemaal werkruimtes en dingen. Hoe is dat? Ja, dat kan goed. En als je die hele gang boven dus doorloopt, dan kom je hier uit. Dit is dus een of ander soort lab. Waar ze denk ik het water testen op kwaliteit. En daar staan we nu. Ook heel erg ingestort door de sneeuw die toen gevallen was. En daardoor is die ook gewoon helemaal open. De muren hangen gewoon naar buiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de video niet te liken, te abonneren, dat kan hier beneden. Check zeker weten ook het kanaal van Anthony en het kanaal van Seekers. Hey. Linkjes staan in de beschrijving en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Later. Yeah.